Want dan wil ik onze volgende spreker uitnodigen. Oh, ik zit helemaal verkeerd in die lampen te kijken. Ja, prima. Ja, IBM, van oudsher al heel lang bekend rondom big data. Hè? Mm-hmm. Begonnen met de computer. Sorry? Begonnen met de computer. Ja, de eerste computer. Dus eigenlijk degene die voor het eerst alle mooie grote datastromen heeft weten verwerken. Mm-hmm. En de schaakcomputer. En nu een nieuwe computer ook, hè? Ja, Watson. En, ja, en je gaat er dadelijk meer over vertellen. Absoluut. Maar daar zie je alweer hoe zo'n computer kan leren, echt van ongestructureerde data, en hoe die prestaties kan neerzetten die echt gigantisch zijn. Je gaat ons meenemen in de toepassingen van big data, juist in de financiële sector, aan de hand van een aantal heel mooi ingedeelde toepassingsgebieden. En we zijn benieuwd naar alle Perfect. Cases en Dank de uitleg. Je wel, Dankjewel. Oké. Okay. Als je mij de klikker geeft, dan kan ik verder. En die heb ik daar neergelegd. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. All right. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Vivek Bajaj. Zoals je ziet, typisch Nederlandse naam. Ik moet jullie waarschuwen. Ik kom oorspronkelijk uit India. Dus als ik begin mijn hoofd opeens zo te schudden, ik ben niet helemaal gek geworden. Het is gewoon een cultural difference, laten we het zo bij neerleggen. Dus ik ga de presentatie in twee delen doen. Eerst is jullie een vrij scherpe introductie te geven in de context van hoe big data kan nuttig zijn, specifiek in de financial services sector. En daarna jullie vrij diep innemen in drie use cases waar we zien banken en verzekeraars echt waarde uithalen van big data. Dus voor de eerste introductie ga ik een formaat gebruiken. Die is meer van toepassing in de media- en designwereld, maar ik vind het interessant om in de financiële wereld ook toe te passen. Het is een presentatiestijl die heet Pecha Kucha. Heeft iemand daar ooit van gehoord? Ik zie blank stares van de audience, dus ik denk weinig van. Pecha Kucha is een presentatieformaat waar je gebruikt alleen maar beelden. En je hebt 20 beelden en elke beeld blijft op de scherm voor 20 seconden. Dus je hebt 6 minuten, 40 seconden om je verhaal te doen. Dus ik begin daarmee en dan gaan we diep in een aantal van de use cases. Oké? Okay? Goed. Dus heb ik de klikker ook niet meer nodig. Omdat het is programmed. Dus de eerste en meest belangrijke ding rondom big data is big data is helemaal niet belangrijk in zichzelf. Net zoals alle technology hype. Het is belangrijk wat big data kan voor jouw business doen. Hoe kan het een hele specifieke waarde brengen in de context van je huidige business challenges, van je huidige business problematiek. Wij wonen in een interconnected society, dat weten we al lang. Nog altijd, de economische crisis is niet weg. Dus er is nog druk om meer te doen met minder. En de meest duidelijke trend die je ziet is een verschuiving in macht naar de individu. De individu heeft veel meer macht in zichzelf te informeren en zichzelf zijn diensten te kiezen. Dus wat is data? Ed heeft er al over gesproken. Big data is alle dat data die je kan niet zomaar structureren in rows en columns. Ja? 90% van de werelds data is unstructured en dat gaat alleen maar groeien in de komende tijd. Dus hoe ga je hiermee om? Het is echt een berg van data. Hoe ga je ermee om? Dus als business manager, de groei, we gaan 50 keer groeien in de komende paar jaar. Social media data, daar weten we allemaal over. Zelfs machine data, we zagen die robots van Ed, zij genereren ook data. Dus als business manager in een financiële institutie, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je waarde daaruit halen? We zeggen data is een nieuwe olie. Er is genoeg daarvan, maar het is heel moeilijk om dat uit te halen en de waarde daaruit te halen. Dus hoe ga je dat extraction doen, hoe ga je de refinement doen en hoe ga je dat inzetten in de context van jouw business problematiek? Die man, hij werkt in São Paulo in een garbage landfill en hij spendeert de hele dag om wat waardevol te vinden. Dus er zijn inderdaad die stukjes goud daarin en gelukkig zijn er betere technieken dan de hele dag in een berg vuilnis te gaan zitten om die in te zetten in de context van onze financiële sector. Een kwart van alle bedrijven in financial services zijn in productie met big data projecten. 50% zijn in de planning phase
en een kwart heeft helemaal niks gedaan. Dus het is niet meer een kwestie van of, het is een kwestie van hoe eigenlijk je gaat big data toepassen in de context van jullie business. IBM kent big data. Voor degenen die de Jeopardy show kennen, dat is een quiz show. IBM heeft een computer gemaakt die in staat is om de twee wereldkampioenen in real time te verslaan in de game show Jeopardy met gebruik met big data en cognitive computing technologie. En dat is eigenlijk de kunst om hoe kan je dat inzetten om meer predictive te zijn. We werken met een ziekenhuis in Canada die eigenlijk vandaag bezig is om pasgeboren baby's met healthcomplicaties alle hun vital signs in kaart te brengen en met gebruik van big data de zorg van die baby's te verbeteren. En elke keer wordt het alleen maar beter, het wordt een learning systeem. Vestas is een windenergiebedrijf in Denemarken die eigenlijk weerpatronen gaat analyseren met gebruik van big data om de precieze plaatsing van de windmolens een klein beetje aan te passen om de energie eigenlijk te maximaliseren. Dat zijn externe voorbeelden van big data. De plek om met big data projecten te beginnen is in customer centricity. Dat is de nummer 1 plek. We zien de absoluut maximale projecten in deze hoek. Er zijn natuurlijk andere plaatsen waar je kan beginnen, maar dit is de plaats waar we de maximaal projecten zien op dit moment. We hebben met 1300 klanten gesproken, of 1300 organisaties, en dat is wat ze hebben ons gezegd. Nou, welke zijn die klanten? Die klanten zijn iPhone yoga aan het doen de hele dag. Ze zijn hyperconnected en ze hebben andere noden. En ze vertrouwen niet per se de bank of de verzekeraar. Ze vertrouwen elkaar en ze kijken aan de bank of de verzekeraar als een platform. Dus wat moet je doen? Stel voor dat je een bank bent, moet je een Apple Store-achtige branch maken om klanten binnen te krijgen en alle data van hun te verzamelen? Ja, dat kan je best wel doen. En dat is ook heel positief om de engagement te verbeteren. Maar dat geeft je ook alleen maar een limited beeld van de data rondom je klanten. Je krijgt misschien de demografische en de transactional data die boven is. Maar wat is ook heel belangrijk, is de behavioral en interaction data. Wat is de verandering in het gedrag van de klant, van de standaardpatroon? Wat betekent dat verandering? Misschien niks, misschien iets. En dan pas krijg je een echte 360 view. We spreken over 360 view voor lang. En dan pas kan je weten wie gaat vertrekken in de toekomst. Welke transacties zou fraudulent kunnen zijn? Welke nieuw product zou kunnen succesvol zijn in de markt? Of hoe kan ik waarde uithalen van de huidige informatie die ik al heb? Dus je ziet eigenlijk, de verandering is dat vroeger business had een vraag. En ze zeiden, oké, IT, maak voor mij een CRM-systeem, een Siebel-systeem en zie je terug in 2 jaar. Nu eigenlijk, data is, we zien het als een creative discovery platform. Eigenlijk, je weet nog niet wat de vraag is, maar op basis van inzichten uit te halen van de verschillende databronnen, structured en unstructured, je kan weten wat vraag je wilt stellen. Ik heb persoonlijk gewerkt met een grote bank in Italië die bezig is om inzichten uit te halen van callcenter data en klanten e-mails om client attrition tegenaan te gaan. Puur op basis van verandering in gedrag, op basis van e-mailverkeer, op basis van calls dat ze hebben gehad. Ik heb gewerkt met een grote Amerikaanse organisatie die live event detection doet vandaag op basis van gedrag van hun klanten op Twitter. En dat connecteren met hun interne client information file. En dat heeft toegeleid naar een enorme verbetering. Je kan ook te ver gaan. Target is zo ver gegaan dat zij waren bezig om targeted marketing te doen naar een dame, omdat zij hebben zwangerschapsproducten gekocht. Maar het probleem was, zij was 16 en de familie was niet op de hoogte van de zwangerschap. Dus je moet echt respectvol zijn en je kan ook te ver gaan. Dus, wat is de net-net? De net-net is eerst, big data in zichzelf is niet belangrijk. Het is heel belangrijk om de use case te selecteren waar je wil het toepassen. Je moet het in de context van huidige businessprojecten doen. Je moet niet zeggen, we doen het, doe mij maar een big data project. Het moet in de context van huidige businessprojecten beginnen. Ik zou beginnen met de data die je al hebt in je organisatie. In plaats van klanten te gaan stalken om additionele data te krijgen. Gebruik de data die je al hebt. En natuurlijk, niks gebeurt zonder een business case. En eigenlijk, een goede big data project kan je uitrollen in 3 tot 6 maanden. Om echte waarde uit te halen. Dus, dat is de intro. 6 minuten 40 seconden.
Nu gaan we iets dieper in een aantal van de use cases. Dat is punt 1 daar. Welke use cases zien wij en zie ik persoonlijk waar we eigenlijk meeste waarde zien dat organisaties kunnen uithalen? Eigenlijk, ja, dit is een eyesight test voor degene in de achtergrond. Nee, eigenlijk, je moet de outer circle kijken. We hebben met 1300 organisaties gesproken, waarvan 900 in financial services. En zoals ik heb gezegd, 55% van alle projecten in big data op dit moment zijn in het domein van customer centricity. Ongeveer een kwart daar, je ziet 23%, is in het gebied van risk en financial management. Ook een zeer belangrijk domein voor big data en analytics projecten in financial services. En een kwart daar, of 15% daarboven links zie je, ook wat Ed heeft gezegd in zijn intro, is eigenlijk een nieuw business model. De concept van data monetization. Ik heb alle dit data, misschien zit er wat waarde in, misschien kan ik een nieuw business line creëren puur op basis van gebruik van dat data. En ik zal jullie ook straks een voorbeeld geven van een organisatie die dat doet. Dus dat zijn de domeinen. Nou, wat voor databronnen zijn meest gebruikt om big data projecten uit te rollen? Weer nog een eyesight test, maar ik zal gewoon de kernpunten zeggen. Het is niet, kijk waar social media data is. Kijk waar geospatial data is. Kijk waar videodata is. Alle de sexy stuff is niet per se de startpunt. Het is de non-sexy stuff die je al hebt, die waarschijnlijk je niet genoeg gebruikt vandaag, waar echt waarde erin zit. En hier zie je 92% van financiële instellingen proberen echt de transacties beter te gebruiken. Logdata, eventdata, e-maildata. Dat is allemaal data die je al hebt in je organisatie, die klanten bijna vrijwillig aan jou afstaan en vragen jou om als organisatie beter te gebruiken, om hun of beter te bedienen of hun beter te beschermen. En we gaan er over allebei domeinen praten. Dus, top use cases. We gaan over die drie use cases praten in de intro. Ja? Ik zal, en we gaan vandaag ook over verschillende voorbeelden heen. De andere sprekers gaan daar dieper op in. Dus eerst is optimize offers en customer service. Ja, dat is alles in het domein van customer centricity. Hoe kan je eigenlijk klanten beter bedienen? En hoe kan je beter offers maken naar klanten toe? In dit gebied, ik zeg altijd less is more. Het gaat niet om meer offers te maken naar klanten. Denk aan jezelf, als je non-stop offertes krijgt van je bank of van je verzekeraar, daar ben je niet vrolijk van. Je wilt gewoon meer gerichte offers of meer gerichte service dat aantoont dat de organisatie jou beter kent. Dus dat is in de sales en marketing organisatie. Voor de chief risk officer en voor de mensen verantwoordelijk voor fraud, fraud detection en mitigation is de tweede use case waar we echt heel veel projecten op dit moment zien. En we werken op dit moment met heel veel organisaties. Ik werk bijvoorbeeld met de New York Stock Exchange, dus een publiek referentie, die eigenlijk fraudulent transacties probeert uit te vissen van 1,4 miljard transacties per dag. Dus denk aan die man in São Paulo, 1,4 miljard transacties, de berg vuilnis. En een stukje goud is een aantal van die fraudulente transacties daar uit te vissen. Dit is voor onze vrienden de CIO en de IT-organisatie. Big data security. Hoe kan je organisaties eigenlijk beter beschermen? Ik was uitgenodigd ongeveer een maand geleden met de Federal Reserve te gaan praten over, eigenlijk zij mij gevraagd om alle auditors van alle banken en alle verzekeraars in Amerika te komen spreken tijdens hun annual congress over de risico's van big data. En ik heb helemaal niet aan dat geluisterd. Ik heb de hele speech omgedraaid, omdat het gaat niet alleen maar om risico's om big data te gebruiken. Als auditors, zij moesten juist eigenlijk de banken en verzekeraars aanmoedigen om big data te gebruiken om hun klanten beter te beschermen. Omdat het gaat niet alleen maar om klanten informatie te krijgen die de klant wil je niet afstaan. Het gaat ook om klanten beter te beschermen, hacking tegen om te gaan. En daar kan je ook big data en analytics zeker voor gebruiken. En daar gaan we ook een woord over zeggen. Dus, let's jump into it, zou ik zeggen.
Laten we een scenario nemen. Laten we een typisch klant nemen. Ik neem een klant Ackie. Ja? Omdat dat werkt in alle landen, iedereen kan zeggen. Dus Ackie is een typische klant. En Ackie krijgt een offerte voor een creditcard. Outbound campaigns. Het is februari, dus het is creditcardmaand. Ja? Gebeurt zeker niet in jullie organisatie, maar gebeurt heel veel in andere organisaties waar ik mee werk. Dus wat denken jullie is de offer acceptance rate voor outbound campaigns rondom een bepaalde product? Dit is de interactief deel van de, van de programma. Iemand wil een guest nemen? Iemand wil een guest nemen? Niemand? Wat zei je? Half procent. Half procent, eigenlijk. Ik weet niet, heb je mijn materie gelezen? Het is exact juist. En wij werken niet samen, ik heb jou net gezien. Dus eigenlijk, het is 0,5 tot 1,5% offer acceptance rate. Dus eigenlijk zie je 99% van de offertes. Eerst, het is a waste of money, omdat de klant dat niet aanvaardt. Maar twee, de klant denkt, hey, dit is helemaal niet gericht op mij. Het is meer junkmail van de bank bijvoorbeeld. Nou, waarom gebeurt dat? Waarom gebeurt dat, dat Ackie dat offerte krijgt? We weten een aantal dingen over haar. We weten dat zij heeft een hypotheek met ons. We weten dat zij een, hoe zeg je dat, een current account heeft met ons. We weten dat haar credit score is vrij gunstig. Dus wij gaan het door onze heel sophisticated marketing management systeem doornemen, al dit informatie. We gaan rankings doen van impact on retention, lifetime value, jullie kennen het allemaal. En dan, guess what? Wij krijgen de mogelijkheid dat de preferred gold credit card is de best offerte voor haar. Maar er gebeuren meer dingen in haar leven buitenom die twee dingen dat we hebben in kaart gebracht. Bijvoorbeeld, zij is opeens minder gaan spenderen op grote uitgaves. Minder naar restaurant, minder televisies gaan kopen, iPads gaan kopen, opeens. Zij begint benzine te tanken opeens in een nieuwe locatie. Zij begint opeens buiten haar patroon om allerlei dingen te kopen die ze nooit koopt. Haar transacties lijken enorm op transacties van andere mensen die hypotheken aanvragen. Zij heeft op onze eigen website de hypotheekcalculator gebruikt. Je weet waar ik naartoe ga. Dus eigenlijk, en zij heeft ook een tweet geplaatst. Eigenlijk veel van dit informatie hebben we al. Nou, regelgeving en wetgeving is anders in elke organisatie en in elke land. Dus daar moet je mee opletten. Maar eigenlijk veel van deze informatie kan je inzetten om Ackie beter te bedienen. Dus eigenlijk, als wij zou zelfs een deel van deze informatie kunnen gebruiken, misschien gebruiken we nog altijd dezelfde offer management systeem, maar we komen uit met een ander resultaat. Dus je hebt nog altijd de gold credit card die daarin zit, maar opeens is daar een nieuwe mogelijkheid. Misschien is er een mogelijkheid om haar een tweede hypotheek aan te bieden en ook nog een extra korting te geven van 25 basis points, dat is 0,25% voor haar. Omdat zij zo actief op zoek, we weten dat zij dat wilt en anders hebben wij het risico dat ze weggaat van onze organisatie. Dus leven zonder big data en analytics, leven met big data en analytics, hetzelfde proces. Maar gewoon dat je de informatie kan anders inzetten om je klant beter te bedienen. En het hoeft niet altijd een offerte te zijn. Het kan ook een customer service reach zijn. Met die Italiaanse bank dat ik heb meegewerkt, wacht hier. Zij hebben het gebruikt voor client attrition. En weet je, een van de rare dingen, dat is een true story, ze hebben uitgevonden, is als ze hebben die branch telenotes, call notes, e-mails gebruikt, ze hadden attrition triggers in hun organisatie. En een van de attrition triggers was de salaris stopt binnen te komen, dus laten wij de klant contacteren. Maar guess what, dat is te laat. De klant is al lang weg. Dus ze hebben andere triggers geprobeerd te vinden. En eigenlijk ze hebben uitgevonden, met gewoon de data zelf, is dat als zij hadden de klant niet gecontacteerd, de klant had gebleven. De moment dat ze een contact hadden met de klant, dan de klant was weggegaan. Nou, dat is natuurlijk niet wat je wilt horen als een financiële instelling. Maar soms is dat zo en moet je daarmee omgaan.
En met gebruik van met big data en analytics, ze hebben client churn of attrition kunnen omlaag brengen van niveaus van 6% naar 3%. Ook handig. We werken vandaag met een van de grootste verzekeraars in Amerika, Nationwide. Dit is een public reference van IBM. En eigenlijk, je weet dat in de verzekeringswereld contactmomenten met klanten zijn goud waard, omdat er zijn niet zoveel. Dus eigenlijk, de renewal time is eigenlijk ook heel belangrijk. En eigenlijk hier weer, ze hebben retention rates, of renewal rates, laat me het zo zeggen, kunnen verbeteren tot 40% hoger dan het was van tevoren. Puur om door alle informatie van de verschillende product units beter in kaart te zetten. Om een echte 360 view te gebruiken. En ook de gedrag van de klant in kaart te brengen. Het is een public reference, een YouTube video. Ik kan het met jullie delen als jullie interesse in hebben. Dus dit is een eerste smaakmaker rondom offer optimization, customer service, cross-selling. Fraud detection. Ook heel erg belangrijk. Laten we, als we een aantal cijfers nemen, weet je wat de kost is van één IT breach in een organisatie voor een bank? Ja, het staat op de chart, maar voor een mid-sized bank is het €330 miljoen. Dus dat is the size of the prize, or the size of the, not the prize, weet ik veel. Maar 330 miljoen is eigenlijk de kost voor een typisch IT breach die leidt tot fraud. Dus eigenlijk, het is heel belangrijk, niet alleen van dat perspectief, maar switching tussen organisaties, switching van klanten van één financiële instelling naar een andere, 71% van klanten beoordelen serieus om van bank of verzekeraar te veranderen op basis van een mogelijke fraude die heeft ontstaan in hun huidige dienstleverancier. Dus het is heel belangrijk om dit soort cijfers in je hoofd te hebben. En ik heb ook rapporten dat ik kan met jullie delen waar we in depth gaan in hoe die cijfers hebben ontstaan, waar je kan dat bekijken. Waarom gebeurt dat? Natuurlijk gebeurt dat door het feit dat je hebt verschillende product silo's. En om alle dit informatie met elkaar te connecteren, heb je echt veel te veel tijd nodig. Dus laten we weer een scenario nemen. We hebben Aki genomen, dus nemen we Paul. Ja? Paul is een fraud manager bij een grote organisatie, een grote retailbank. En eigenlijk hij weet dat het is een soort van weapons race, zoals ze zeggen. Ja? Dus hij probeert fraude tegen te gaan, maar de fraudsters hebben altijd een nieuwe manier om daar om te zeilen. Dus wat doet hij? Hij probeert natuurlijk alle dit informatie op een van de andere manier te organiseren. Bijvoorbeeld, hij probeert interne en externe data voor fraud prediction te gebruiken. Hij probeert bijvoorbeeld limieten te maken op bepaalde accounts. Hij probeert patronen te vinden in een aantal transacties. Maar als hij dat doet met verschillende product silo's, met verschillende entiteiten die verantwoordelijk zijn voor verschillende dingen, dat is al heel moeilijk. En het stopt niet daar. Er zijn heel veel andere dingen die hij moet ook mee omgaan. We hebben geen tijd daarvoor om door allemaal te gaan, dus je kan dat rustig later lezen. Maar er zijn heel veel issues dat een fraud manager moet op elke moment proberen in kaart te brengen. Dus wat doet hij als een goede manager? We zijn allemaal goede managers hier. Hij probeert dingen te organiseren. Hij zei, kijk, dit is mijn fraud management proces. Ik probeer van prediction tot learning te gaan. Dus ik probeer predict screening, prioritization te doen. Dan ga ik naar case management. Dan probeer ik daar iets te leren. Ik probeer alle dat informatie op een of andere manier te organiseren. Nou, een key cijfer in fraud detection. Van verschillende transacties die geflagd zijn als mogelijk fraudulent transacties. Weer interactief deel. Hoeveel percentage van deze transacties zijn wat we noemen false positives? Die eigenlijk helemaal geen fraude zijn, maar zijn geflagd als mogelijk fraude. Enige idee? 90%. Absoluut. Het is eigenlijk tussen 90 en soms tot 97%. Dus denk daaraan, je bent op vakantie, je wilt betalen met je betaalkaart, het wordt geweigerd.
en je weet niet waarom. Of je moet de bank bellen, of je moet contact opnemen. En grappig genoeg, net voordat je bent naar Thailand vertrokken, je hebt bij diezelfde bank Thaise baats opgenomen en je hebt 2 keer gepind met de pinpas. En dan toch is de creditcard geweigerd. Waarom is dat? Omdat de linkerhand praat niet met de rechterhand. Of niet snel genoeg. Ze praten met elkaar. Maar het is al te laat. Je bent al lang terug van je vakantie. Dan weten ze, oh ja, hij was 3 weken geleden in Thailand. Weet je? En dat is eigenlijk de issue daar. En daarom zie je zoveel false positives. Dus weer, in fraud, het gaat niet alleen maar om klanten beter te beschermen. Maar het gaat ook om legitieme transacties soepeler te laten doorlopen. Het is allebei. Ja? Dus hij probeert het allemaal te doen en verschillende organisaties bij elkaar te brengen. En dat lukt hem niet altijd. Dus met big data en analytics, weer, dit zijn specifieke dingen die je kan inzetten als het heeft te maken met faster screening. Gewoon de screening van fraud in real time of near real time te doen, is al heel belangrijk. Als je gaat informatie roll-up doen die 2, 3, 4 weken duurt, om exposures te calculeren of fraud te calculeren, is het te laat. De fraud is al gebeurd. Oké. MoneyGram, we hebben met MoneyGram, dus money transfer zoals Western Union, MoneyGram, we hebben met hun gewerkt, omdat je weet met in de money transfer business, het is niet altijd gemakkelijk en niet altijd evident wie stuurt geld en voor welke doel. Dus hier ook hebben we met MoneyGram gewerkt om potential fraudulent transacties tegen om te gaan. En weer hebben ze 40% improvement gezien in de hoeveelheid transacties en eigenlijk customer complaints is 72% omlaag gekomen. Ook in productie, je kan alle details hieromtrent lezen. De laatste is echt pure IT security, ook belangrijk. Pure IT security. En waarom is dit belangrijk? Omdat de hackers zijn niet meer 16-jarige kindjes in de basement van hun ouders huis. Het zijn state-sponsored netwerken, misschien van de westerse wereld, van China en van Iran en van waar dan ook. En voor hun, de westerse wereld, die probeert eigenlijk de financiële systeem instabiel te maken. Dus eigenlijk ze zijn heel professioneel georganiseerd, of state-sponsored, of puur financially motivated netwerken die eigenlijk proberen binnen te komen. En we hebben al gezien de kost als het hun lukt om binnen te komen, 330 miljoen per keer. Ja, voor een mid-sized or financial institution. Dus, wat zeggen we? De dagen van audit, patch en block is gedaan. Dus jij moet, we zeggen think like an attacker, je moet echt denken, hoe kan je beter een prediction doen van eigenlijk wat fraud zou kunnen ontstaan. Net hetzelfde met de payment fraud, hierin met IT, cybersecurity, is het ook hetzelfde. Waar je probeert eigenlijk jouw meest belangrijke assets te verbergen en je probeert verandering in patronen in kaart te brengen. Laat me dat uitleggen. Dus eigenlijk, wanneer is een IT-hack typisch gedetecteerd op dit moment? Hier. Als sensitief data de firewall verlaat. Maar eigenlijk, er zijn heel veel stappen daarvoor die gebeuren, die waarschijnlijk niet in kaart zijn gebracht. En daar is weer big data heel nuttig in. Bijvoorbeeld, als er een backdoor geïnstalleerd is, als de lateral movement van data is, user behavior is buiten zijn normale patroon. Dus stel bijvoorbeeld, Ed is een medewerker van onze organisatie. Hij heeft de mogelijkheid om 10 verschillende applicaties te accesseren. Maar hij accesseert altijd dezelfde 2. Maar op een dag gaat hij non-stop alle 10 accesseren. Misschien is het een imminent jobverandering. Hij wordt gepromoveerd. Of het kan zijn dat zijn account is gehackt. Of het kan zijn dat Ed zelf is een enemy on the inside. En dus je probeert met dat verandering in patronen in kaart te brengen, zodat je in staat bent, voordat iets ontstaat, eigenlijk dat te flaggen en dat te alerten. En als je dat probeert te doen in jouw organisatie, in jouw data warehouse, in jouw huidige IT-systemen, dan dat gaat de IT-systeem exploderen. Omdat er te veel data die moet genormaliseerd worden. De unstructured data die gestructureerd moet worden. En dan geanalyseerd moet worden. De voordeel met big data is as is where is analysis. Dus hier, dus als je dit ziet als een ijsberg,
Je hebt above the line alles die je structureert en in je data warehouse hebt. En dit zijn alle dingen, email activity, network flows, malware samples, alle dat soort dingen, dat je niet altijd kan binnen jouw data warehouse brengen, maar je hebt dat in verschillende plaatsen. En met gebruik van big data technology, je kan die data ook in kaart brengen. En om een echte 360 view van security data te hebben. Dus, stap 1 is om alle die data in kaart te brengen. En de tweede stap is natuurlijk de predictive analytics daarop toe te passen, zodat je in staat bent om decision modeling te doen. Dus je gaat verder dan predictive, je gaat predicten in 2 weken gaat de fraude ontstaan. En zo gaat het ontstaan en dit zijn de mensen in het netwerk. Dus je weet dat al, hoe ook het gaat gebeuren. We werken met een heel grote Amerikaanse shared services provider, die heet DTCC. Dat is hetzelfde zoals Euroclear in Europa. Eigenlijk die diensten levert naar banken en verzekeraars in Amerika. En zij hebben dit vandaag in productie gezet, waar ze eigenlijk alle security data in kaart hebben gebracht. En dit is ook interessant. En zij beginnen nu aan te bieden als een shared service naar andere organisaties. Dus daar zie je ook de data monetization die daar terugkomt. Oké, we're out of time. Dus we gaan snel doorheen. IBM Advertisement. Dit is de platform eigenlijk dat IBM aanbiedt om big data en analytics te gaan doen. Waarom denken we dat de IBM platform vrij sterk is? Omdat we hebben niet alleen alle componenten, maar alle componenten zijn pre-configured en pre-integrated. Als het gaat om unstructured data te analyseren, als het gaat om structured data te analyseren en als het gaat om de analytics toe te passen. En we hebben dit meerdere malen gedaan. Dus, last slide. Use case, heel belangrijk. Als iemand in jouw organisatie jou zegt, laten we een big data project doen, ga maar weg van die persoon. Because big data is helemaal niet belangrijk in zichzelf. Denk, wat wil ik verbeteren? En hoe kan big data mij daarbij helpen? Maar dat betekent ook, je moet een aantal skills in je organisatie hebben die kunnen dat waarschijnlijk toepassen. Je hoort van de term van een data scientist. Een data scientist is getraind om dit soort projecten uit te voeren. En natuurlijk, je zou misschien een aantal data scientists in jouw organisatie moeten hebben, maar je hebt ook partners die kunnen jullie helpen om dit soort skills toe te passen. En de derde is the true values gained from a hybrid of existing and new investments. Je zit al op goud. Het is alleen onder dat berg vuilnis. En de kunst is om dat te vinden. Dus ik hoop we gaan de rest van de dag vrij inspirerende verhalen horen over die verschillende use cases. En ik dank jullie voor jullie aandacht vandaag. Okay? Ja, is mooi. Nee, blijf maar even. Want, okay. Ja, het is een diepe zaal, maar we gaan er gewoon in lopen. Okay. Er hoort toch nog een interactief gedeelte bij. Je hebt 3 gebieden eigenlijk aangewezen waarin het gaat om eigenlijk het optimizen van het offer en de service. Het gaat om eigenlijk de frauddetectie en het gaat om eigenlijk zorg voor een secure omgeving. Even bij jullie polsen, zijn jullie op alle gebieden werkzaam? Wie zit vooral in de marketing, in het optimizen van het offer en de service? Ga ik gelijk even eerst bij jullie beginnen. Als je zo dit voorbeeld ziet, want er werd gebruik gemaakt van werkelijk een grote groep data. Ook, hè, van ook wat je bijna bij Aki, wat ze buiten eigenlijk ook bij de bank deed of bij de verzekeraar en al dat soort toepassingen. Als je kijkt naar het voorbeeld van Aki, hebben jullie daar een reactie op? Kom gewoon eventjes. Mag wel, hè? Ja, dat mag zeker. Ja, dat... Ja, de reactie is dat wij het ook wel doen op persoonsniveau, maar nog minder ervaring hebben met de ongestructureerde data eigenlijk. En, dus je werkt bij? Bij ORA, ORA-verzekeringen, ja. Zie je er wel mogelijkheden voor? Of zeg je, wij geven een andere casus een accent? Nou, ik zie er zeker mogelijkheden in. En dan met name wel op het gestructureerde dataniveau. Dus eerst het gestructureerde gedeelte. Zeker. Ja, zeker. Ja. Wil je daar nog op reageren eigenlijk? Ik zei het al, ik denk dat de non-sexy spul zoals transacties en events en zo, dat is allemaal ondergebruikt. Dus alle media-aandacht gaat om social media data en big data voor financiële instellingen. Dat is ver in the future.
Ja? Dus ik ben volledig met jouw aanpak eens. Dat begin met wat je hebt en doe een better job of it, zou ik zeggen. Want iemand achterin, is die al veel verder eigenlijk? Nee, wordt daar ook nog nee geschud? Wie is er actief op het gebied van fraude? En, ja, ik loop gewoon helemaal naar achteren, kom gewoon naar jullie toe. mag wel, hè. Als je kijkt naar fraude, is dat een herkenbaar verhaal? Want een van de dingen die naar voren kwam was eigenlijk, met fraude help je een klant ook om juist te voorkomen dat een transactie niet goed wordt afgewikkeld. En jij bracht een cijfer naar voren dat 71% van de mensen eigenlijk switcht van bank in verband met fraudegevoelens. Uh-huh. Herken je dat? Ik zit bij de verzekeraar, dat is dan net anders. En wij kennen een beleid van geen bonnetjes, dus je krijgt het ja, dan tenzij achteraf fraude. Dus op Interpolis? Ja, Achmea, en dan Achmea, in dit geval was het Interpolis, ja. Maar CB werkt niet heel anders, dus... Nee. Ja, dus vandaar. Dus ik herken niet het stuk van de transactie. Ik kan me dat wel voorstellen. Maar we gebruiken wel ook inderdaad op dit moment, of daar zijn we mee begonnen, veel unstructured data en logging van medewerkers. En, dus dat is heel leuk. Want jullie gaan dus eigenlijk nog uit van het vertrouwen eigenlijk. En dan is misschien juist big data wel heel handig om toch te kijken wat voor patronen er zijn. En, in het kader van vertrouwen is goed, maar controle is... ook goed. En dit is dan de stille controle eigenlijk. Ja. En, ik denk dat er nog een commentaar hier vooraan. Ja. Ja. Ik kom, oh ja, kom heel snel, ja. Bij jullie. Bij de volgende sprekers ook sowieso. Ja. Ja, dat klopt, ik werk bij Deltaloid en ik ga zo na de pauze iets vertellen. Een paar leuke praktijkvoorbeelden zien met iets vrij vernieuwends waar we binnen Deltaloid mee bezig zijn. Namelijk door het analyseren van big data komen tot het opsporen van fraude. Dus ik wil er eigenlijk nog niet te veel over vertellen, want dan geef ik straks eigenlijk, te veel weg. Ja, geef je veel te veel weg. En de allerlaatste, die wil ik nog ook even gewoon een beetje kijken ook van waar zijn we allemaal mee bezig. De security zelf. Wie is puur met de security bezig? Daar zitten we misschien wel in de hoek van IT. Dacht ik al, die zijn niet aanwezig. Als je de goede profiel is uitgenodigd, dan is niemand hier verantwoordelijk voor IT security. Ja. En wij zijn allemaal wel tevreden over onze security? Of zeggen jullie eigenlijk dat is een fundament dat eerst op orde moet zijn voordat we dieper met de rest aan de gang gaan? Misschien een klein comment van mijn kant hierop. Is veel van de IT security issues zijn verborgen. Omdat als het in de pers komt, dan sowieso heb je een probleem. Maar wat is ook belangrijk is om jouw IT-organisatie te challengen, is om te zien wat is de downtime. Downtime is ook iets in die hoek dat is misschien security related, omdat vaak is het een soort van DDoS hack die eigenlijk de systeem helemaal plat maakt. Dus downtime moet je ook zien als IT security en eigenlijk dat meten in de context van financiële schade. Ja. Dankjewel. Oké. Vivek, dank je. Alright, dankjewel. We hebben nu, ja, applaus.